Dat is dan 3,5 jaar geleden. Ik lach eigenlijk best wel veel. We zijn nu veel met Lieve Vrogers natuurlijk op pad. En dat gaat eigenlijk de hele dag gewoon door. Dus nee, om wie het precies is zou ik niet weten. Maar het zal vast wel een van mijn broertjes zijn geweest. Of mijn vader natuurlijk. Ik voel me eigenlijk iedere ochtend als ik opsta heel gelukkig als ik naast me kijk. En dat ik daar mijn vriendin en mijn dochtertje zie. Ik denk met Louis van Gaal tijdens een opnamedag van Lieve Vrogers. Zijn we langs de Febo gegaan en toch nog wel gauw een grillburg naar binnen geslagen. Ik denk dat we de hele afgelopen periode mensen geholpen hebben. En met Lieve Vrogers natuurlijk. Heel veel mooie, lieve, maar ook hele leuke wensen in vervulling kunnen brengen voor mensen. Ik denk die kleine meid. Die kleine meid is bijna jarig, dus we zijn goed aan het om ons heen aan het kijken wat ze allemaal met de verjaardag wil hebben. En als ik dan toch in die speelgoedwinkel loop, dan neem ik meestal al iets mee. Nee, dus die verwin ik doorgaans best wel vaak. Dat is dan 3,5 jaar geleden. Toen ontmoette ik mijn vriendin. En ja, dat is wel de laatste keer dat ik geflirt heb. Nu flirt ik af en toe met mijn dochter, want die flirt ook met mij.